jaren gehad. Dus vooral welkom aan de nieuwkomers op dit moment. Voordat we direct gaan luisteren en kijken naar Richard van Hooijdonk, onze gastspreker, futurist, inspirator, wil ik u graag iets kort vertellen over de totstandkoming van ons nieuwe beleidsplan op weg naar 2020. Passend bij dit thema natuurlijk. Ik zeg nieuw beleidsplan, maar het is natuurlijk wel een beleidsplan dat al geworteld is in 2012. En in 2012 besloten we eens goed te kijken waartoe wij op aarde zijn als branchevereniging. En wij vonden dat de meerwaarde die tot nu toe had bestaan voor het werkgevende rol van de ondernemer, dat die uitgebreid moest worden naar alle rollen die een ondernemer in zijn bedrijf speelt. En zo transformeerden wij vanaf 2012, tot eigenlijk nu, van een werkgeversorganisatie naar een ondernemersorganisatie. We hebben gekeken, hoe staat het bij Cervantes voor, ons vakcentrum, hoe staat het bij de Stichting Arbo, die ons beleid voor, op het gebied van arbeidsomstandigheden ging uitvoeren, hoe stond het daarmee? Nou, die hadden natuurlijk, zoals ik zojuist vertelde, veel last van de terugloop van de inkomsten, vaste dienstverwanten, maar ook daar moest een inhoudelijke inhaalslag geplaatst worden. Een vernieuwingsslag gemaakt worden, een modernisering. Slotverenigingen waren dat wel onze instituten, voor onze bedrijfstak, ooit door, in het verleden met andere naam, FOZAG, in en opgericht. Uiteindelijk hebben wij te weinig beweging gekregen in die instituten. We hebben onze verantwoordelijkheid toen genomen en gezegd, wij verlaten deze instituten. Dat zijn niet meer de instituten die passen bij Onderhoud NL. We hadden de naam inmiddels veranderd. En dat was vooral geen cosmetische naamsverandering. Deze instituten passen niet meer bij Onderhoud NL. Sterker nog, die passen niet meer bij de beweging die onze bedrijfstak heeft gemaakt. Vorig jaar onder de noemer Code Groen hebben we een plan gepresenteerd hoe we dat gingen oplossen, hoe we dachten dat dat zou moeten. Nou, daar hebt u unaniem voor gestemd. We gaan het zo doen. En dat plan is vanaf dit jaar, 1 januari, in werking getreden. Dat betekent dat we vanaf nu beleid, uitvoering, financiering van de belangrijkste pijlers in onze bedrijfstak in eigen beheer gaan uitvoeren. Wat zijn die belangrijkste pijlers? Is natuurlijk arbeidsomstandigheden, we hebben het daar in de algemene ledenvergadering natuurlijk over gehad. Natuurlijk ook onderwijs, ook daar hebben we het uitgebreid over gehad. We hebben een organogram, een schema waarin we heel duidelijk voor Onderhoud NL, onze bedrijfstak, hebben aan kunnen geven waar de speerpunten moeten liggen. En natuurlijk brancheversterkende projecten. Die zijn natuurlijk superbelangrijk om onze leden van Onderhoud NL zo sterk mogelijk een positie te geven in de markt. En wat mij betreft moeten we daar vanaf 2017 nog veel sterker aan werken. Lid worden van Onderhoud NL is geen keuze meer, maar is vanzelfsprekend. En ik heb al eerder gezegd, toen we het over Code Groen hadden, het moet niet zo zijn dat alleen ondernemers kiezen voor Onderhoud NL, maar dat ook werknemers, onze medewerkers, kiezen voor Onderhoud NL en dat onze opdrachtgevers kiezen voor Onderhoud NL. En de rode draad is eigenlijk dat we getransformeerd zijn van een werkgeversvereniging naar een ondernemingsvereniging. En op weg naar 2020 zetten we de stap naar een ondernemingsvereniging. En dat is voor ons de opgave en daar hangen wij de komende 3 jaar aan op. Dank u wel voor uw aandacht. En dan geef ik nu weer graag het woord aan onze gastspreker van vandaag. Veel plezier met Richard van Hooijdonk. Dankjewel, heel erg bedankt. Zo'n beetje alles om ons heen wordt langzaam onderdeel van de Internet of Things. En toen dacht ik bij mezelf, ik praat daar iedere dag over. Ik mag stad en land afreizen om dit soort verhalen te vertellen. Maar dan vind ik ook dat je er qua lichaam ook onderdeel van moet zijn, vind je niet? Dan moet je qua lichaam ook gewoon onderdeel zijn van dat Internet of Things. Dus ik heb besloten om een chip in mijn lichaam te laten injecteren. Overigens ook bij het bouwen van gebouwen zie je nu dat allerlei drones de bouw in de gaten houden. Niet alleen om het te beveiligen, maar ook om te zien wanneer de bouw klaar is. Drones kunnen namelijk precies zien hoe hard mensen werken en kunnen dan berekenen wanneer zo'n gebouw klaar is of het werk van vandaag of vanmorgen afgerond is. Dat zijn hele leuke ontwikkelingen die we nu zien. En dan zie je eigenlijk een wereld waarin predictive maintenance een heel nieuw businessmodel gaat worden. Waar jij gaat door technologie ga je meten voordat dingen kapot gaan, waardoor je dus op tijd kunt vervangen. En we weten allemaal dat preventie in jullie branche, in jullie sector,
De grootste kostenbesparende factor is die er bestaat.